Toch zo'n 1-20 hitje. Altijd lekker. Altijd lekker. Piek maar. Boom, jongen. Oeh, deze was lekker. Oh, deze was echt heel erg lekker, zeg. Welkom kijkers, we hebben een nieuwe Fortnite video. Vandaag speel ik een potje alleen en ik ga hier landen zoals je kunt zien in Ritoro. En ik ben benieuwd of het druk gaat worden, want... Oh, wat ligt hier? Is dit nou gewoon een RPG? Nee, shit, heavy sniper. Kutzooi, ik keek verkeerd. Maakt niet uit, let op. 1, 2. Oh, 1, 2. Hoe leuk had dat geweest? Hoe leuk had dat geweest? Dat hij net landde, dacht van, yo, this is my weapon, this is my game. En dan pof, als hij gewoon neer. Dat had echt leuk geweest. Dit is eigenlijk ook best wel leuk, dat hij nu ook gelijk uit de game is. En echt denkt van, yo, waar de fuck werd ik vandaag gesniped? Ook wel geinig. Maar dat andere had geiniger geweest. Goed, als ik nou zijn loot kan pakken, dan zou het leuk zijn. Maar hier is nog iemand. Oh, nee. Ik hoor hem, ik hoor hem. Pleiten. We moeten hier weg. Yes, goed. Kijk, nice. Hold on, ik ga het even sorteren. Hey, hier is een kist naast mij. Die zit hierin. En ik wil ook nog even hier checken. Kijk, hier is ook een kist. Medkit. En die, dank u. Die daar. I don't fucking know. Ik heb echt rare loot. Whoop. Oké, shield. Lekker, innemen. Oké. Dit gaat op zich de goede kant op, jongens. Moet ik alvast even bekennen. Qua loot dan. Qua loot. Oh, allemaal zombie spawns komen er nu aan natuurlijk. Hier is nog een kist. Oh, tik op. En wat zit erin? Pof! Atze, een minigun. Die ga ik gewoon meenemen. Weet je dat? Zo? Ik vind zulke rare loot. Serieus. Oh. Sammy's the gaming bij me. Oh, en een... Hop, neer. Mocht wel verduren, maar hij is neer. En ik heb een RPG. RPG. Ik heb een RPG. Hallo. Hallo, Massive Spagambi. Thank you. Oké. Oh, de zombie span staat hier op het dak. Vandaar. Boing. Is hij neer? Ja, hij is neer. Oké. Wat ga ik doen met deze loot? Ik weet het echt niet. Laten we dit maar gewoon houden of zo. Ik heb nog niet eens een shotgun. Oké, cool. Ik weet wel dat daar mensen zijn. Dus wacht eens even. Dit kunnen we wel leuk doen. Omdat we die shockwave grenades hebben. Kunnen we hier een leuke move maken? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dan moet ik het wel goed doen. Ja, hij is daar. Hij is daar. Hij is daar. Hij is daar. Ja. Hold on. Yo, hij is neer. Ook al had die RPG totaal geen effect. Hij is wel neer. Shotgun. Ja, hebben. Dank je. Hop. Auw, joh. Normaal, man. Dank u. Oké. Ik ga die shockwave grenade achterlaten, denk ik. Ja, ik heb niet zo heel veel andere keuze. Ik moet die andere shit die ik net gevonden heb, moet ik gewoon hebben, weet je. Oh, joh. Ik wil gewoon die ammo hebben. Nee! Heb ik nou die ammo? Nee, ik heb het gewoon nog steeds niet. Come on, laat mij gewoon... Ik kan het gewoon niet hebben, weet je. Ik moet die ammo gewoon hebben. Ik ga het zo meteen weer proberen. Het gaat waarschijnlijk weer fout. Maar boeit me niks. Ik moet die ammo hebben. Yes! Kijk. Hoppa. Oké. En jij nog? Doei. There you go. Oh! Oh, wacht, wat een chaos hier, jongen. FC, zijn er überhaupt nog meer mensen in Ritoro? Nee, hè? Oh, daar ligt nog iets blauws. Wat is dat dan? I don't know what it is. Volgens mij is het een grote shieldpop. Let me check that out. Oh, daarboven nog eentje. Jeetje. Oh, maar dat heb ik helemaal niet nodig, besef ik me nu. Maar ik kan het natuurlijk wel meenemen, dat dan weer wel. Dus als ik die nou ook even pak... Kijk, zo. En dan gaan we hier nog even een kist openen. Want als het goed is, ligt die hier. Am I right? Jazeker. Jazeker. En een groene AR. Ook lekker natuurlijk. En er zijn flinke Zambers Spagambers op mijn gebouw aan het hakken. Zambers Spagambers, waar zijn jullie manieren gebleven, jongens? Waar zijn jouw manieren gebleven? Dat kan toch niet? Hoppakee. Zo.
En nu heb ik eigenlijk ook helemaal geen meerwaarde meer om de zombies te killen. Behalve dan de ammo. Want ik heb al full shield. Dus skip de zambers, pagambers. We hebben gewoon resources nodig. Dat is wel echt iets wat we keihard nodig hebben. Dus laten we dat even fixen. En als we dat een beetje op peil hebben. Au joh! Opbouten. Hoppakee, zo, de shield weer terug. Als we dat een beetje kunnen fixen, dat we genoeg resources hebben, dan denk ik wel dat we hier een leuk potje van kunnen maken. Zeker gezien mijn huidige loot. Het is echt knijtersgoed. Ik heb 200 HP, ik heb een RPG, ik heb een legendary, of nou geen legendary, maar een epic sniper, weet je, als een heavy. Het is gewoon echt keiharde loot, we kunnen hier wat mee. Maar dan kan je gewoon slopen, wat? Ik deed eigenlijk gewoon voor de grap, zo van, hey, zou je dit misschien kunnen slopen? Dat kan dus serieus. Oh, ze helpen me, heel goed, dank jullie wel. Dankjewel voor het slopen. Dat waardeer ik heel erg. Wat ik nu wel ga doen is hem hier peren. Dan verlos ik jullie nog wel even uit jullie lijden. Ik weet niet waarom, maar for some reason zeg ik dat altijd verkeerd op. Altijd. Ik zeg altijd, ik verleid jullie uit jullie lossen. Maar het is natuurlijk, ik verlos jullie uit jullie lijden. Goed. Ja. Mooi. Ik twijfel heel erg of ik een kneedlaasje mee wil nemen. Ah, ik ga je zoveel spijt van krijgen, ik kan hem niet meenemen. Maar goed. Oké. Ik wil namelijk ook gewoon een keertje die heavy sniper meenemen, weet je. Dat is ook wel gewoon leuk om daarmee te spelen. Dus vandaar dat ik hem nu dit keertje laat liggen, de grenade launcher. Ook al is dat wel het wapen waar ik by far het allerbeste mee kan spelen in de hele game. Maar goed. Jeet! Hartstikke idee. Waar moeten we eigenlijk heen? Die kant een beetje op, hè? Als het goed is, of ja, als het goed is, als het kut is. Ja, daar gaan we al. Is bunny hoppen is geblokkeerd, gepatcht, whatever. Je kan niet meer bunny hoppen met zo'n onzichtbaarheidssteen. Dat is heel erg jammer. Want daardoor kon je vet snel door de map heen bewegen. En dat kan nu dus niet meer. Dat vind ik wel balen. Want ik vond het juist lachen dat je die combinatie op die manier kon gebruiken. Maar ja. Helaas, voor de dag van ja, maar dit hoort eigenlijk helemaal niet te zwaar uit de game. Nou, weet jullie dat ook weer. Even kijken. Die wil ik wel hebben. Klingers hoef ik niet. Een rift. Jeet! Oh! Oh, oké. What the fuck? Ineens was die pleiten. Ik dacht, ik probeer nog een schot. Maar, nee hoor. Dat werd me niet gegund, nog een schot. In één keer was die gone. He was just gone with the wind. Even kijken wat wij hier nog hebben. Oké. Een shotterd gunnerd. Hoppa. Kijk eens aan. Oh, moeten we maar een klein stukje ook voor de cirkel. Dat is mooi. Dat is heel erg mooi dat wij maar een klein stukje hoeven voor de cirkel. Resources gaat al stukken beter, zoals je kan zien. We zitten nu, laten we zeggen, 500 in totaal. Als je steen erbij optelt. Dus dat is op zich redelijk. Ik zie daar nog een kist, die gaan we even pakken. En daarna gaan we de cirkel in. 23 alive, jongens. 23 alive. Ik ben nog helemaal niet zo heel gek veel mensen tegengekomen, helaas. Want ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen killen. En dat verloopt tot nu toe niet heel erg voorspoedig. Nee, en de mini shields niet. Nee, die gaan we laten liggen. Ik had zeker. Het is namelijk echt een twijfelgevalletje hoor. Het is puur dat ik ze niet meeneem omdat ik al twee grote shields heb. En dat is natuurlijk wel meer waard dan drie mini shields. Maar aan de andere kant, mini shields kan je weer sneller innemen. Is daarom altijd een beetje de struggle. Van ja, wat neem je dan mee hè? Of drie minis of twee grote shields. Wat zouden jullie doen? Laat het me nu weten in de reacties. Gewoon typ nu lekker je comment. Gewoon simpelweg, je typt gewoon of twee shields... of drie mini shields. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zag daar een quad staan. Dat is leuk. Maar ik zie ook een rift to go. En dat kunnen we beter gebruiken. Want dan kunnen we checken of wij nu iemand kunnen zien. Ja, toch? Of niet? Ik dacht daar iemand in te zien springen, maar... ik had het ook verkeerd gezien hebben. Ja, dat zal wel. Ik denk dat ik het verkeerd gezien heb. Goed. We zitten nu ruim in de cirkel. Maar, leven hoe maar. Oh, daar. Ja, 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 daar, 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 daar. Oh, en onder mij, onder mij. Hallo. Oké, dat is een lekker hit. Ha, jammer pik. Is die gevallen?
Oh, daar zit hij. Oké. Oké. Hij is nu echt bijna dood. Oké. Okay. Hij gaat er zo meteen uiteinden waarschijnlijk. There you go. Finally. Oh mijn god, ik moest alles reloaden. Oh. Ik denk wel lekker uitgespeeld, als ik dat even over mezelf mag zeggen. Vooral dat ik hem op een gegeven moment dus outbuild had. Omdat het mijn structure was en niet meer die van hem. Kijk, nu is de keuze trouwens wel makkelijk gemaakt. Wil ik nog even erbij zeggen. 6 mini shields. Dat is natuurlijk wel echt meer waard dan, dan 2 grote shields. Vind ik dan tenminste. Even kijken hoor. Heb ik iets anders nog? Ja, ik heb 3 traps. Dat is sowieso handig. Voor als we in een build battle komen en we kunnen hem inboxen, dat we dan ook gelijk een trap erbij kunnen doen. Oh, ik hoor iemand. Hij is dichtbij. Hij vliegt boven me. Oké, daar is hij. We kunnen hem gelijk al damage doen vanuit de lucht. Never mind. Toch zo'n 21 hitje. Altijd lekker. Altijd lekker. Piek maar. Boom, jongen. Oeh, deze was lekker. Oh, deze was echt, echt, echt heel erg lekker, zeg. Heerlijk. En daarom heb ik die heavy sniper meegenomen, jongens. Dit was echt een lekker killetje. Dit was echt een lekker killetje. Oh, daar loopt er ook eentje. Kut. En dan is die net mis, hè. Gewoon net mis. Oh, die was ook weer net mis. Ik zag hem gewoon langs de kopje razen, jongen. Dat is zo jammer dan, hè. Ik zag daar nog mini-shields liggen. Good to know. Ik wil die hebben. Ik wil daar omhoog. Kijk, die moet ik dus hebben. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Loop daar. Loop daar. Even reloaden. We gaan waarschijnlijk achter de berg nu. Ja. Oh, niet eens. Wat? Oh, ook nog op de berg. Was dat mis? Oké. Okay. Oké, okay, die gaat niet meer pieken, denk ik. Hout nog meenemen. Hoeveel is het? Oh, wat lekker dat ik dat hout nog even heb meegegritst, zeg. Jezus, wat was het veel. Het was dus al 650 of zo. Dat is wel heel nice dan, dat ik dat nog even heb gepakt. Oké. Okay. Ja, de reden trouwens dat ik hem daar vandaan ga peren, is omdat hij natuurlijk zware high advantage heeft ten opzichte van mij. En dat is het helemaal niet waard. Dat is het echt helemaal niet waard om dan die battle aan te gaan. Dus dan kunnen we beter eieren voor ons geld kiezen. En hier ergens fights aan gaan. Hier zijn Zambers, Pagambers. Daar liggen rockets. Oh. Kijk, dit is een voorbeeld. Kut. Holy shit. Ik kan dat nog, jongens. Daarvoor heb je die fucking traps nodig. Ik had hem ingeboxd. Ik trapte hem en hoppa, hij is gone. Kut, dat was een zombie. Oké. Okay. Woe! Jongens, wat gaan we lekker dit potje, man. Holy crapperonies. Ik heb eindelijk weer een beetje het gevoel dat ik dit potje gewoon echt lekker aan het spelen ben. En dat heb ik echt al lang niet meer gehad, hoor. Daar ga ik ook eerlijk over zijn. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat de laatste tijd echt lekker gaat op Fortnite. Maar dit potje... Dit potje gaat het wel echt lekker. Even kijken, heb ik hier nog verder iets van nodig? Nee. I don't need your crap.
I don't need your fucking crap. Had hij nog iets wat ik nodig had? Ik denk het eigenlijk ook niet. Of wel? Ik denk het niet. Dat is nog steeds mijn voorspelling. Nou, trouwens, oké. Jawel. Hij had zeker wel iets wat ik nodig heb. Hij heeft namelijk een betere RPG. Hij heeft traps. Hij heeft ook nog een betere sniper. Bijna alles legendary, jongens, in onze inventory. Oeh. En we gaan lekker. Kut, had hij geen resources, joh? Nee, hè? Hè? Ik snap het niet. Ik heb net best wel veel mensen gekild. En zo heel gek voor resources heb ik nou ook weer niet. Tenminste, hout dan, hè? Puur als je naar hout kijkt. Want mijn steen is niks mis mee. Laten we, laten we dat voorop stellen. Maar mijn hout? Hè? Heb ik launchpads of iets? Campfire? Nee. Hè? Had jij ook geen resources? Ik snap het echt niet, hoor. Hè? Nou, waarschijnlijk had hij dan heel veel steen. Of tenminste, één van die guys. Ik heb dat sowieso niet gefarmd, al het steen. Cool! Wat een fucking build battles waren dit, ouwe. Dit was echt sick. Dit was echt sick. Ik ben echt serieus best wel proud op de build fight. Vooral die ene met die trap. Hoe ik hem daarmee pakte. Die was echt lekker. En vervolgens dan uit de lucht shotgunde. Die was, ja. Ik weet niet. Het voelde goed. 4 alive nog. Oké, dus nog 3 andere mannen die ik moet killen. En daar is er één van. Oeh, ik schoot net te ver naar rechts. Als ik ietsje meer naar links had geschoten, had ik hem gehad. Dat is zonde. Oh, maar weer. Watch this, watch this. Oh, hij heeft het door. Hij heeft waarschijnlijk. Niet helemaal, maar toch, ja. Hij bouwt wel gewoon. Ik ga hem wel proberen te pakken natuurlijk. Als ik weet waar die zit. Kijk, als ik nu val, dan val ik in een boom. Dat is prima. Of ik vlieg gewoon naar beneden. Aha. Waar zit hij? Moet er even achter komen waar die is. Heb ik dit met border? Ja. Hij zit vast, hij zit vast. Ik ben getrapt, jongens. Oh mijn fucking god. Oké. Oh, hij wordt naar beneden gehaald door die fucking zombies. Okay.
Oh. Oké, ik heb hem uiteindelijk niet gekild. Maar ik ben alsnog rete blij met dit potje. Of ja, alsnog. Ik heb gewoon een potje gewonnen. Laat het even voorop staan. En als hij weer terug in de storm of in de safe zone was gekomen, had ik hem ook sowieso gekild. Maar eindresultaat 9 kills. En wel echt 9 hele gruwelijke kills. Het begon al met dat ik landde bij een sniper en gelijk poef, iemand neerschoot. Zijn loot over kon nemen. Ik denk gewoon echt een fantastisch potje. Dus ik ben er heel erg blij mee. Hopelijk hebben jullie kijkers ook genoten van deze Fortnite video. En wil je hem nog eventjes belonen met een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg tof vinden. Abonneer op mijn kanaal voor meer Fortnite content. En dan zie ik jullie altijd graag weer bij een nieuwe Fortnite video morgen om 4:30. Laters.